Over een week kan ik mij kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daar wil ik natuurlijk heen. En afgelopen maand heb ik in Mexico een bronzen medaille gehaald, maar ook tevens een ticket naar Rio verloren. Dus het was een verschrikkelijke wedstrijd om over terug te praten. Dus dat gaan we niet doen. Moet vooruitblikken. En dat moeten jullie ook als CDA. Ik zal volgende week op de mat in Istanbul verschijnen. En daar hoop ik mijn ticket veilig te stellen. Resmi Ogi, ik wil graag twee dingen weten. Wat is er voor nodig dat je naar Rio gaat? Ja, alles is er voor nodig. Moet veel verlaten en hard trainen. Eigenlijk alles opofferen. Dus je leven moet aangepast worden. Onderwijs, je financiële situatie, alles. Maar ik bedoel, je moet je nog kwalificeren? Ja, ik moet me inderdaad nog kwalificeren. En dat kan ik volgende week doen op het Europees kwalificatiesnooi in Turkije. Goed, ik wens je alvast heel veel succes. Maar ik zie op je shirt iets staan, Jeugdsportfonds. En kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben ambassadeur voor het Jeugdsportfonds Almelo. Ik doe dat omdat ik vind dat kinderen die het wat minder hebben als dat ik heb gehad vroeger, vind ik dat hun ook zo'n droom als dat ik heb, naar de Olympische Spelen gaan. Die droom moeten hun ook kunnen najagen. En als hun dat kunnen behalen door ook een sport te gaan beoefenen die zij leuk vinden, dat is alleen maar om toe te juichen.